Dan is het me nu een groot genoegen de eerste spreker van vanochtend aan te kondigen. En dat is Wim Deetman. Wim Deetman zal bij de meesten van u zeer bekend zijn. Minister van Onderwijs, burgemeester van Den Haag. Maar hij is hier ook zeker in de regio bekend als voorzitter van de adviescommissie Deetman, Bevolkingskrimp Limburg, die het rapport Ruimte voor waardevermeerdering in februari dit jaar in het theater in Heerlen presenteerde. Zijn presentatie voor vanochtend luidt Kansen voor een innovatieve universiteit. En zo horen we het graag. Graag het woord aan Wim Deetman. Dames en heren, vorige week vroeg iemand aan mij hoe laat ik in Maastricht zou moeten zijn als aanloop tot de officiële opening van het academisch jaar. En toen ik meldde dat men mij gevraagd had om 9 uur hier te zijn, keek de betrokkenen mij verbijsterend aan. En ik moet zeggen, toen ik de uitnodigingen voor de openingen elders zag, nergens zag ik dat vroege tijdstip vermeld. Maar ik vond de oplossing voor die keuze gisteren in de trein, starend naar het mooie landschap. En herinnerde mij dat toen deze universiteit gevestigd moest worden, dat een compensatie was, wel een hele abstracte compensatie voor de sluiting van de mijnen. En toen er naast de juridische en de medische faculteit andere faculteiten moesten komen, er alle Nederlandse universiteiten mordekens tegen waren. Ook de academische ziekenhuizen, by the way. En eigenlijk vonden dat in die tijd van bezuiniging in de jaren 80 deze universiteit gesloten zou moeten worden. En ik denk dat dat ook wel zo was bij de meerderheid in het parlement, indien het kabinetsbeleid daarop had ingezet. Maar het idee om hier een universiteit te vestigen werd misschien wat vergemakkelijk door een argument dat de universiteit aan de toenmalige minister heeft aangereikt. En die zeiden niet van wij hebben een universiteit nodig vanwege de sluiting van de mijnen, maar we hebben een nieuw onderwijsmodel. En dat onderwijsmodel is uniek voor Nederland en misschien wel voor de hele wereld. Ik herinner mij dat nog heel goed dat met verve werd betoogd. Ik heb ook demonstraties gezien die ik overigens niet begreep, maar ik neem aan dat men toen gelijk had. En men zei, en dat was toch mateloos interessant, dat model leidt ertoe dat je minder drop-outs in het universitair onderwijs krijgt, dat je feitelijk een kortere studieduur krijgt en een hogere kwaliteit bij de afgestudeerden. Wie herkent deze drie thema's vandaag aan de dag niet? Ik heb dat model niet meer gevolgd in de implementatie. Ongetwijfeld zal het grote effecten gehad hebben. En er zijn er tenminste twee dat ik hier nu zo vroeg voor u sta. En in de tweede plaats dat ik het dringende verzoek kreeg om een stick met plaatjes mee te nemen, zodat ik die u kon laten zien. En ik heb inderdaad een aantal plaatjes gevonden. En terwijl u daarnaar kijkt, praat ik gewoon door. Maar ik heb inmiddels wel één boodschap gegeven. De universiteit is hier gesticht. Niet omdat we in Nederland behoefte hadden aan een extra universiteit, maar als compensatie voor de sluiting van de mijnen. Eigenlijk werd er gezegd, men zei het niet zo, maar ik moet toch wel aannemen dat dat de achterliggende gedachte is geweest. Om die economische crisis in deze regio, wat we elders zo niet hadden, het hoofd te kunnen bieden, hebben we een universiteit nodig, want anders zal het niet lukken. En vandaag aan de dag is het wezenlijk niet anders, zei dat de context anders is en je misschien een paar andere dingen moet doen. En dat betekent dat ik u geen samenvatting ga geven van het rapport van de commissie die ik heb mogen voorzitten, maar een enkel punt eruit ligt. En dan ziet u, terwijl ik praat, kunt u kijken wat de opdracht geweest is aan de commissie. Maar misschien is belangrijker de benaderingswijze van de commissie. En we hebben allereerst gezegd, we gaan helemaal niet over krimp praten, we gaan praten over de bestrijding van de effecten van de demografische ontwikkeling in negatieve zin. En daarbij gaan we niet praten over krimp, maar we gaan praten hoe kan je met minder mensen, indien dat nodig is,
hetzelfde welvaart- en welzijnsniveau behouden, ja zelfs versterken. En we hebben dat genoemd waarde creëren en perspectiefontwikkeling. Dus niet praten over krimp, maar hoe kan je, heel simpel gezegd, met minder mensen meer voor elkaar maken. En om dat te doen, dat was het derde punt, moet je het niet hebben van overheden alleen. Misschien zelfs niet in de eerste plaats. Maar gaat het erom dat je een beweging realiseert bij maatschappelijke actoren. En daar hebben overheden een intermediaire rol. Waar praten we nu over? U had misschien verwacht dat ik eerst zou beginnen met een plaatje van Nederland. Maar degene die na mij komt zal daar iets over zeggen, naar ik aanneem. U zou zeggen een omgekeerde volgorde, maar de provincie Limburg komt de verdienste toe dat ze het punt van de demografische teruggang op de politieke agenda in Den Haag heeft weten te plaatsen. Dus wat dat er gaat, klopt de volgorde hedenochtend wel. En u ziet een aantal lijntjes. En de gesloten lijnen geven aan de daling van de bevolking in de verschillende regio's. En u ziet dat het in Zuid-Limburg het ergste is en het minst erg in Noord-Limburg. Ik wou voor wat betreft de landelijke ontwikkeling slechts één punt eruit lichten. Recentelijk is er een rapport verschenen van het CPB. Een CPS-prognose van eind 2010 zegt, eind 2010 kwam die prognose, dat we in Nederland in 2040 17,8 miljoen inwoners zullen hebben. Dat is dan een piek. En dan vallen we terug. En nu was dat 2 jaar eerder, dus eind 2008 ook een prognose. En die zei, nee, in 2038, dus niet 2040, zullen we een piek hebben van 17,5 miljoen. Die piek lag dus lager en dan zakken we terug naar 17,3. En ik heb ontdekt dat er eind 2006 ook een prognose was van datzelfde instituut. En die komt uit op 2034 met een piek van 17 miljoen inwoners. En dan krimpen we naar 16,8 miljoen in 2050. En ik kan u verzekeren dat als u teruggaat naar de prognoses van na de Tweede Wereldoorlog, u allemaal dit type beeld zult zien. En dat wil niet zeggen dat er ondeskundig is geprognostiseerd, verre van dat. Maar ik wil iets anders zeggen. Dat wanneer wij afgaan op die cijfers, we wel iedere dag ons verstand moeten blijven gebruiken en ons afvragen, kloppen die cijfers nog wel? En de vraag is, hoe komt het nou dat die prognoses niet uitkomen? Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb wel een vermoeden. En dat vermoeden is voor Limburg, en in ieder geval voor Noord-Limburg, zeker relevant. Wij hebben na de Tweede Wereldoorlog in ons land een infrastructuur gebouwd. En dan moet u niet alleen kijken naar de wegen, naar de spoorwegen, naar infrastructuur van virtuele aard. Niet, maar ook de woningssituatie, de onderwijs- en onderzoekinfrastructuur, de culturele infrastructuur. U moet dat allemaal om infrastructuur van een samenleving vatten. En die hebben we continu verbeterd en vergroot. We hebben die steeds meer gebouwd, dat is mijn stelling, voor meer mensen. En er kwamen ook meer mensen, dus dat was verstandig beleid. Maar wanneer op een bepaald moment er een infrastructuur is, bijvoorbeeld, laat ik maar zeggen, die 17 miljoen mensen, dan moet u zich goed realiseren dat wanneer je minder mensen hebt, die infrastructuur dus niet voluit kan draaien. En dat betekent dat als die infrastructuur economisch en sociaal vitaal is, dat er dan mensen van elders komen. Overheidsbeleid of geen overheidsbeleid. Zo'n structuur loopt, is mijn stelling, vanzelf vol. En dat gebeurt legaal of illegaal. Welke discussies we ook in dit land voeren. En misschien dat dat een reden is waarom ondanks alle prognoses we toch gewoon stapje voor stapje zijn blijven groeien. En wat betekent dat nou voor het beleid? Want die grafieken zijn natuurlijk wel waar. Dat je in de komende jaren, in de komende decennia, jaarlijks de vinger aan de pols zal moeten houden. Wat is er met de demografie aan de hand? En wat is er met die demografie in mijn regio aan de hand? Want stel je voor dat je maatregelen treft voor de krimp, je bevolking blijft groeien. En dan heb je echt een probleem, want dan loop je de kans dat je helemaal vast gaat lopen. En waarom is dat nou voor Noord-Limburg van belang? Want die stippenlijntjes die geven, en dat is nieuw, aan de daling van het aantal huishoudens. En dat betekent in ronde bewoordingen minder mensen op de arbeidsmarkt, kapitaalvernietiging, verpaupering als je niet oppast. Ik zal u straks daar een voorbeeld van geven. Maar in Noord-Limburg ziet u dat veel later inzetten. En bij die cijfers van Noord-Limburg, dat heeft de commissie vrij laat ontdekt, zat er één grote categorie niet in, dat waren de Polen. En dat waren er niet een paar honderd, maar het zijn er duizenden en duizenden. En die zitten in de landbouwinfrastructuur.
En wij hebben uitgevonden dat je nu de keus hebt. Of je accommodeert die Polen op een uitstekende manier, zodat ze hier willen blijven. Dat zou ook passen in een Europese arbeidsmarkt. Of je doet dat niet, maar dan zal de consequentie zijn dat die infrastructuur daar minder wordt. Dat de zaak economisch achteruit gaat en dat mogelijk over de grens heen iets wordt opgebouwd. Het is een keus. Ik geef nu geen waardeoordeel. Ik geef alleen aan dat men een keuze heeft. Daar heeft de commissie op gewezen. Overigens is dat geen nieuwe ontwikkeling, want in feite hebben we het na de Tweede Wereldoorlog in het westen van het land ook zo gehad. Dan kom ik bij mijn volgend plaatje. Ik druk op de verkeerde knop. Wat betekent dat nou, die daling van het aantal huishoudens? Nou, u ziet hier wat de gevolgen zijn. En terwijl u leest, ga ik eigenlijk door. Straks ziet u het precies wat het betekent voor sommige regio's. Parkstad bijvoorbeeld. Dat betekent dus dat je kapitaalvernietiging krijgt. En ik moet het wel eens in het westen uitleggen en adviseer dan naar Parkstad te gaan en door een aantal wijken te lopen. En dan zie je de leegstand. Dat betekent in feite dat is een heel zichtbaar punt, niet alleen op die arbeidsmarkt, maar dat woningen leegstaan, straten leegstaan. En dat is kapitaalvernietiging, in ieder geval voor de eigenaren. Misschien komen die daar nog wel overheen, maar de privéburgers die hun leven lang gewerkt hebben om een huis te kunnen financieren en dan op het moment dat ze het willen verkopen ontdekken dat niemand het wil hebben, die krijgen wel een klap. Dat leidt tot verpaupering, dat leidt tot uiteindelijk grote sociale problemen. Dat is de reden waarom velen gecommitteerd zijn aan wat hier gebeurt, want dat zou dan de tweede keer zijn na de sluiting van de mijnen. Het kan elders zich ook gebeuren, maar het is zeer ingrijpend. En u ziet het bij de volgende cijfers en voorbeelden. Daling in het onderwijs voor heel Limburg, stijging arbeidsbehoefte in de zorg, u begrijpt dat wel, meer ouderen, meer hulp, maar er zijn minder jongeren op die arbeidsmarkt, dus er is een probleem. De sloopopgave in Parkstad en je ziet nu al hoeveel gemeenten een extra toelage uit het gemeentefonds krijgen. En wij hebben dus in de commissie gezegd ruimte voor waardevermeerdering. Ruimte voor waardevermeerdering. En dat kan op allerlei niveaus en ik wil mij nu toespitsen op de universiteit. Want wanneer je zegt ik wil waarde vermeerderen en ik moet dat doen in een regio of in een gebied met minder mensen en indien men gelijk heeft dat dat ook nationaal zijn doorwerking heeft en in sommige regio's in het westen, dan is dus de vraag aan de orde, wat moet ik dan doen? En het antwoord is niet zorgen dat je meer mensen krijgt. Als dat het effect is van je maatregel, tel je zegeningen. Maar alle regio's concurreren die in de problemen zitten. En degenen die dat voorzien, doen dat ook. Ik weet niet of je die slag wint. Zeker niet in dit dichtbevolkte deel van Europa. Je moet dus eigenlijk een ander doel stellen. En dat hebben we geformuleerd, ik heb het al geduid, met minder mensen meer arbeid leveren. Op allerlei manieren, aansluitend bij de concrete behoeften. En dan is het ontegenzeggelijk zo dat je dan wel uitkomt bij het fenomeen van innovatie. En waar vindt innovatie zijn oorsprong? In de onderzoekinstellingen en in de universiteiten. Als men dat verwaarloost, dan kan men het fenomeen van innovatie en vernieuwing ook in het bedrijfsleven, ook op die arbeidsmarkt, in de samenleving wel vergeten. Daarbuiten zal zeker ook het een en ander gebeuren, maar daar zijn de brandpunten. En dat betekent dus dat je dat moet stimuleren onder een aantal voorwaarden. En als je dat dus niet doet, ja, dan denk ik eerlijk gezegd dat je dan een infrastructuur creëert die geleidelijk aan minder aantrekkelijk wordt en dat leidt tot een omslag en tot verpaupering. En de commissie heeft dus tegen de provincie gezegd, kijk nou goed, althans voor Zuid-Limburg, naar de brandpunten. En wat ik nu zeg zal veel boze gezichten opleveren. Maar in alle objectiviteit zijn er twee majeure brandpunten op dit moment. Dat is toch de universiteit. En dat is zo. Gekoppeld met het ziekenhuis uiteraard. En aan de andere kant Gemmelot. Dus dat betekent, daar ben je goed in. Daar gebeuren fantastische dingen. En daar moet je dus op investeren. Daar moet je ad hoc anderen bij betrekken. Dat kan zijn bijvoorbeeld de Hogeschool in Heerlen. Dat kunnen zijn afzonderlijke onderzoekinstituten. Je moet natuurlijk met anderen samenwerken, bijvoorbeeld in het kader van Brainport, maar wel als een zelfstandig brandpunt, zou ik willen zeggen, van kennis en innovatie. Nou, dat
Dat hebben we geadviseerd. En dat betekent dat je dan uitkomt bij een vitale economie. Je moet goed letten dat je toekomstig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs hebt. En, daar ga ik nu niet op in, zorg op maat. We hebben een voorbeeld genoemd, dat is Camelot. Healthcare, u kunt het zien. Ik ga er gauw door, want het staat allemaal netjes in het rapport beschreven. En wat ook hier is en veel potentie heeft naar het orde van de commissie, is de financieel-administratief cluster. Het zit een beetje meer in de oostelijke mijnstreek. Ruimte voor innovatie, kracht hoger en universitair onderwijs, kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs en een match van onderwijs en arbeidsmarkt. Dat zijn de kernpunten. En dat kan je op allerlei manieren vormgeven. Zorgacademie in Parkstad. En voordat ik naar de bestuurskracht toe ga, wil ik nog eerst iets zeggen over die innovatie. Nou nee, laat ik die bestuurskracht toch maar straks doen en niet nu. Als je nu als overheden zegt, hoe moet ik die innovatie bevorderen, moeten we één ding ons goed realiseren, dat een overheid, het is triest voor een minister van Onderwijs of een staatssecretaris, maar ik heb wel enig recht van spreken, eigenlijk helemaal niet kan sturen op wat er aan innovatie en onderzoek plaatsvindt. En weet u waarom? Dat is het resultaat wat je ziet van wat mensen individueel doen, denken. Dat kan je niet plannen. Je kan randvoorwaarden creëren. En dan mag je hopen dat het goed uitkomt. En die randvoorwaarden zijn toch financiële middelen. Dat is vertrouwen. En je mag wel wat targets stellen. Je mag best wat targets stellen en zeggen, wij zijn mateloos geïnteresseerd in innovatie, waarbij je met meer mensen meer kunt produceren in een context waar je bijvoorbeeld zorg op maat moet gaan leveren, waarbij de andere vernieuwingen moeten plaatsvinden. Dat er elementen uitkomen waarbij je ook nieuwe dingen zegt, ik heb niet veel meer mensen nodig om dat te produceren, maar ik kan het met weinig. Je mag je voorwaarden stellen. Dat moet je ook doen, maar je moet niet veel verder gaan. Ik zei geld. Helder zijn wat je graag zou willen en dan hopen dat het eruit komt. Vertrouwen geven en geduld hebben, want dit alles gelukt niet in 3-4 jaar. Dat is eigenlijk een troost, want we praten nu over 2040. Dus waarom zou je niet pakweg een periode van 20 jaar nemen? De universiteit bestaat 35 jaar en we zien nu de vruchten van 35 jaar hard werken. Maar er is nog iets. En dat raakt de lagere overheden. Want die prioriteiten zijn hier anders dan elders, kan ik u zeggen. Dus die prioriteiten moeten op de een of andere manier worden aangejaagd en bevorderd door die lagere overheden, de provincie. En ik kom straks bij de gemeente Maastricht. Maar eerst de provincie. Want die ziet wat er in die universiteit gebeurt, wat goed is, wat sterk is. Dat horen ze, mag ik hopen, van degene die daar werken. Anders is er iets mis met de communicatie. En daar zouden ze op moeten inzetten en scoren. Maar je moet ook nog anderszins een voorwaarde vervullen. En dat is een voorwaarde die bestuurders niet bevalt in heel Nederland. En zeker de bestuurders van de gemeente niet. En ook provincies niet. Dat is dat je ruimte geeft aan onderzoekinstellingen en aan universiteiten. Want wanneer je producten, wanneer je nieuwe dingen ontwikkelt en dat moet in de markt worden omgezet, dan moet je wel zien, want anders heb je er niet zoveel aan, dat dat in je eigen regio gebeurt. En eigenlijk, dat zie je elders in het buitenland, moet ik u zeggen. En hier en daar in Nederland, vlak bij de instelling waar men dat bedacht heeft. Of het nou de universiteit is, of het nou een hogeschool is, of een ziekenhuis, dat doet er niet toe. En dat betekent dat men goed erop moet letten. Of niet alleen rond Gembelot, maar ook rond de universiteit, fysiek, geografisch, in de nabijheid, ruimte is voor nieuwe activiteiten. Ik weet niet zeker, laat ik het vriendelijk zeggen, of in de jaren 90 altijd is beseft dat dat een basisvoorwaarde is voor een modewoord te gebruiken, duurzame ontwikkeling van een universiteit. Als ik zo kijk naar die universiteit en wat er zich omheen aan mogelijkheden bevindt. Maar als u naar elders in Nederland kijkt, daar waar dat gerealiseerd kon worden en maatregelen in de jaren 80 zijn getroffen, dan ziet u dat het lukt. En ik zeg dus hier, er is een infrastructuur met alles erop en eraan, maar zorg dat rond die onderzoekinstellingen die veelbelovend zijn, ruimte is om jonge mensen die afgestudeerd zijn en goed zijn en die ondernemer willen zijn, dat zijn er veel meer dan we denken, dat die in die nabijheid zich kunnen ontwikkelen, nog wat steun hebben, maar ook daardoor weer anderen aantrekken. Elkaar inspireren, doordat ze elkaar zien en ook dat ze even langs kunnen lopen. Dat is heel essentieel en kijkt u ook maar in het buitenland.
Veel studies, al vanuit de jaren 70, geven aan dat regio's zich goed kunnen ontwikkelen wanneer ze de universiteit of een hbo-instelling of onderzoekinstellingen van formaat centraal stellen. En wat betekent dat nou? Geld? Ik denk dat bijvoorbeeld een provinciebestuur voor de hele provincie opererend best die prioriteiten die hier van belang zijn en indirect ook voor Nederland misschien wat zou kunnen pushen. Het rendement op termijn zal groot zijn. En voor de lokale overheid betekent dat ook lettend op die geografische component. En dan tenslotte, dan rond ik af, voordat ik afgekapt word. Innovatie is dus het trefwoord. Meer zeg ik niet. De rest moet u maar lezen. Maar er is ook van belang, als je dat vindt, als je het niet vindt, moet je het natuurlijk niet doen, dat je ook een zekere trots op uitstraalt. En nu heeft men hier in Limburg vanaf de jaren 60, helaas via de sluiting van de mijnen, in ieder geval gepleit voor een universiteit. Men heeft mij altijd gezegd dat men trots is op de universiteit en het ziekenhuis, de hogeschool, onderzoekinstellingen. Maar als je een gemeente binnenkomt of een regio, dan zou je het graag ook willen zien en willen voelen. En toen ik na zoveel jaren gisteren hier wat eerder was en wat rondliep, was ik blij dat ik op Randwijk een bewijzering zag, want anders had ik dat academisch ziekenhuis en nog een paar andere gebouwen niet gevonden. En toen ik langs het hoofdgebouw van de universiteit liep, moest ik zoeken naar het plaatje waarop staat Universiteit Maastricht. Het was mooi weer en dus windstil en ik zag daar de vlaggenstok en een vlag wat droevig hangen. En ik neem aan dat daarop stond Universiteit Maastricht, maar zeker was ik er niet van. Begrijpt u? Ik weet ook wel dat we mooie gebouwen hebben, dat we fantastische visies hebben. Maar straal uit dat je daar trots op bent en dat dat voor je gemeente, voor je regio essentieel is. Ik heb nooit gedacht dat ik zo'n PR-praatje zou houden. Maar ik heb dat gedurende 11 jaar in Den Haag geleerd, dat dit soort dingen minstens zo essentieel zijn als al die andere dingen. Dames en heren, ik wens u veel succes. Dank u wel. Dames en heren, Wim Deetman. We proberen het schema zoveel mogelijk te volgen vanochtend. Ik wil niettemin de gelegenheid geven voor 1 vraag. Wie mag ik uitnodigen? Ik zie daar iemand zijn hand opsteken. Ik begroette iemand een paar rijen achter mij. Dat is ook zeer belangrijk. Nogmaals hartelijke dank, Wim Deetman.